Bob, rumoerige week gehad. Vanochtend is de tuchtzaak geweest omtrent de mogelijke schorsing van Silvano Porrepad. Wil je er iets over kwijt? Ja, heel graag. Nou ja, rumoerige week, ook een hele mooie week. Hè. We winnen van Den Helder. We winnen vanavond hier in Rotterdam. We hebben een geweldig event gehad voor sponsors en businessclubleden. Maar voor wat betreft de schorsing van Silvano, ja, het is onder de hamer. Dus wij gaan daar maandag definitief meer over horen. Maar ik vind het wel belangrijk om vanuit de club even te stellen dat wij meteen met Silvano gesproken hebben en gezegd hebben dat het onacceptabel is wat er gebeurd is. Dat hoort niet bij een club als Den Bosch. Ik weet dat ooit Michael van Praag over Ajax riep, een Ajaxiet houdt altijd zijn jasje aan. Ja, dat geldt vind ik ook voor iemand van New Heroes Den Bosch. Dus Silvano was gelukkig de eerste die aangaf hier heel veel spijt van te hebben. Zich hier heel ongemakkelijk bij te voelen. Dus dat geeft ons ook een goed gevoel. Er gaat een straf aankomen, ongetwijfeld. Daar zijn wij het bij voorbaat mee eens. Dus daar hebben wij helemaal geen moeite mee. Tussen haakjes, mits de straf een heel klein beetje binnen proportie is. Want ik vind wel dat er bepaalde nuances zijn aan te brengen. Maar dat er een straf komt, daar zijn we het volledig mee eens. Die dragen wij als een club van klasse. En vervolgens gaat Jeroen van Vught het ongetwijfeld 1, 2 of een paar wedstrijden overnemen. En in topsport gelden geen excuses. Dus we gaan gewoon volle kracht vooruit.